de leuke dingen, om zo te zeggen, dan wordt er vrijdag meestal wel een pintje aangeboden aan iedereen die dan nog in de middag zit. Ja, meestal is het dan ook vrij rustig op vrijdag vanmiddag. Wordt eigenlijk niet meer zo hard gewerkt, ook al mogen we dat niet zeggen natuurlijk. Ik ben Stef. Ik werk momenteel bij Office IT. Ik zit daar op de helpdesk ondertussen al een drietal jaar ongeveer. Wij bieden eigenlijk B2B ondersteuning op IT-vlak. Dus klanten bellen naar ons met hun IT-problemen en wij proberen ze natuurlijk zo goed mogelijk op te lossen elke keer. Op zich, we zijn dan opgedeeld in verschillende teams. Dus we hebben de helpdesk, we zijn voornamelijk bezig met onze helpdesk-collega's dan. Ja, dus daar vragen we elkaar, we helpen elkaar. Moesten wij er toch niet aan uitgeraken, dan kunnen we altijd bij iedereen terecht. Maakt niet uit welke functie iemand deelt, dus we kunnen eigenlijk gewoon altijd iemand gaan aanspreken voor een of ander. Voornamelijk hier, wat eigenlijk wel een bonuspunt is, werkt hier met heel veel verschillende klanten. Elke klant heeft eigenlijk zijn werkwijze, zijn structuur op IT-vlak. Dus je leert eigenlijk om heel korte tijd heel veel verschillende structuren kennen, dus heel veel programma's kennen. Daar is eigenlijk wel eigenlijk heel mooi, want je leert heel veel nieuwe zaken op een heel korte tijd. We zijn een paar maanden geleden hier in de buurt ergens genoten. Dan vorig jaar was er een kleine teambuilding waar we dan opgesplitst waren in teams. We moesten telkens een escape room doen en daarna kunnen we ook natuurlijk een hapje eten. Dus eigenlijk voornamelijk ergens gaan uiteten en zo. Zoek je een uiteindelijk job in de IT? Laat die gegevens achter, dan horen we binnenkort iets van ons. Tot snel!